Dag lieve kinderen, dit boek, dit heb ik mijn dochter nooit mogen voorlezen. Ze heeft hooguit 1,5 pagina volgehouden en toen was het afgelopen. Maar jullie willen misschien wel gaan slapen en dan wil je iets horen, gewoon een verhaaltje van voor het slapen gaan. En we kijken hoe ver we komen. Ik denk dat een kwartier genoeg is. Dit boek, het is geschreven door A.M. de Jong. En hij is doodgeschoten in de Tweede Wereldoorlog. En je weet wel door wie. Het boek ziet er zo uit. En dit is de achterkant. Ja. En de titel is De Martelgang van Kromme Lindert. En A.M. de Jong, die weet veel van Brabants. En deze pagina's, die zijn zwart. Zie je dat? Hoppa. Allemaal zwart. Hij is doodgeschoten. Op een dag kwamen de soldaten zijn tuin binnen. En hij dacht, wat is er aan de hand? En hij deed de deur open. En toen hebben ze hem doodgeschoten. En je weet wel wie dat waren, hè? En dit is de titel van het boek. En dit is dus de linkerkant. Maar op de linkerpagina kan je niet veel lezen. Zie je dat? Is dan nog een keer, dat is met het teken van de uitgever, denk ik. En dan hieronder heb je dus, dit is Latijn. Dus dat kan je uitrekenen wanneer dat precies was. Ik weet het nu even niet uit mijn hoofd. Van Querido, uitgeverij, maatschappij, Amsterdam. Het gaat hier om de vierde druk. Ik ga even kijken of jullie goed. Ja, zo kan je het wel zien. Ja. Eerste hoofdstuk. Tot een miserabel hoopje verfomfaaide menselijkheid ineengezakt zat de Kromme tegen het stenen paaltje voor de stoep van de herberg der weduwe uit de Willigen. Met de ene hand steunde hij op de grond om niet geheel opzij neer te glijden. Met de andere veegde hij driftig de brandend wellende tranen van woede en pijn uit zijn ogen. Eén kruk lag naast hem. De tweede stond 3 huizen verder tegen de muur. Even verder buiten zijn bereik, als stond hij aan de andere kant van de wereld. De dorpsstraat lag verlaten in de zomerzon te stoven. Grijs-wit bolden de ronde keien uit de grond en in de goten lag de modder uitgedroogd en tot grauw stof verpulverd. De mussen scharrelden er kwieterend en heftig chilpend in rond, drukten de donzige buikjes er schurkend in weg, als waren ze aan het baden en werden ze al grijzer door het opstuivende poederfijne zand dat ze dan weer met korte schokjes uit hun rug opgezette veren schudden. In de geschoren linden voor de pastorie en schuin er tegenover voor het huis van Dogge, de rentenier, was een slaperig en toch boos gekwieter van twistzieke vogeltjes. Even kijken hoe ver jullie nog zijn. Ja, het moet een beetje omhoog zo, hè? Dat jullie mee kunnen lezen. Is het licht eigenlijk wel goed?
Moet dan maar. Ergens in een boom op het kerkpleintje orgelde een merel zijn mals liedje. Al door dezelfde reeks rollende fluittonen met het hoge, wat sissende slot. Grote blauwe vliegen snorden om de kop van een grote, lui uitgestrekte hond die zacht snurkend sliep voor de deur van het huis naast de herberg. Duc van Merientje, de schaapherder. Rond het spitse torentje van de kerk vlogen schreeuwend een vijftal kauwe, bewegelijke groetvlokken tegen de glanzende zonnehemel. Een hele familie die ergens in een van de galmgaten nestelde en ijverig vliegoefeningen hield. Schroeiend scheen de zon langs de muren der huizen met hun barstende en bladderende groen en wit geschilderde blinden, waarvan er vele half dichtgeklapt stonden, hun stoffige, dof blinkende ruiten met de neergelaten gordijnen en beschilderde horren. Bij de herberg van Birres stond de wagen van Huibers, de voerman van de stad. Het grote bruinrode paard liep slaperig zijn kop hangen, zwiepte traag met de staart om de vliegen van zijn flanken te jagen, schopte soms nijdig tegen zijn buik om een brutale bloedzuiger te verdrijven. Een haan kraaide luid en triomfantelijk. Een grote Cyperse kater dribbelde lui de straat over in de lekkere schaduw van een smal poortje. We zijn er bijna. Nina haakte dus nu af. Hè? Maar mensen waren er niet te zien. Ja, ze heeft nog wel hier gehaald. Maar dan heb je dus echt gehad. Hè? Maar mensen waren er niet te zien. Het dorp leek uitgestorven. Alleen hoorde je ver weg, achter de kerk in de dreef, de schelle stemmen van de jongens. Die lachten en schreeuwden. Ze waren zeker aan het worstelen met elkaar, speelden boomke wisselen, bokspringen, etsketak, haantje wippen of krupke weg. Allemaal spelen waar de kromme niet aan mee kon doen. Ze dachten al lang niet meer aan de miserabele kreupelen die ze geplaagd hadden, neergeduwd bij dat hardstenen paaltje en wiens kruk ze hadden meegenomen en ginds tegen dat huis gezet. En hij lag hier tot een miserig hoopje vodden in mekaar gedrukt, gestuikt. Kon zich niet oprichten, had pijn in zijn kromme lamme poot, pijn in zijn scheve hoge rug, pijn in zijn kloppend hoofd, pijn in zijn jagend angstig hart, waar de woede schroeide, de machteloze, hijgende wraakzucht van de weerloze verminkte, het eeuwige slachtoffer van de ongenadige baldadigheid der ruwe kameraadjes. Een snikkend mompelde hij grove verwensingen en de geweldigste vervloeken die hij van boze en ruziemakende grote mensen had afgeluisterd. De kromme was het onbeschaamdste vloekbeest onder heel de dorpsjeugd. Oké, we gaan gewoon door. We maken hem af tot een kwartiertje. Lindert van der Meulen heette hij, maar hij wist het nauwelijks nog, want niemand noemde hem ooit anders dan de Kromme. Zijn rechterbeen was korter dan het andere, krom opgetrokken en bungelde machteloos heen en weer als hij op zijn krukken voorthompelde. Zijn ruggengraat was scheef gegroeid, zijn hoofd schuin weggezakt tussen zijn hoge schouders. Als hij met de krukken onder zijn lange armen over de straat huppelde, leek hij een vluchtende.
lelijke, vleugellam geschoten vogel die wel gauw zou neerstorten om nooit weer op te staan. In zijn bleek, hoekig gezicht stonden de donkere ogen diep in de kassen gezonken te glanzen er van een koortsig vuur en zijn dunne lippen, altijd vast op elkaar genepen in het verbijten van pijn of vernedering, schreven een strakke lijn onder zijn smalle, gebogen neus en gaven het magere kindergezicht een ouwelijke uitdrukking. O jee, het licht was niet helemaal goed. Je hebt niet alles mee kunnen lezen. Deed het om uit te doen? Ja, iets beter, denk ik. Toen hij nog een zuigeling was, had zijn vader hem laten vallen. Zijn vader was dronken als zo menigmaal. En hij had het lachende, kraaiende, mollige wezentje telkens en telkens omhoog gegooid, ondanks de angstige protesten van de moeder. Om haar te plagen, gooide hij het al hoger en hoger naar de berookte balken van de zoldering en ving het lachend weer op in zijn grote, sterke handen. Maar toen was zijn beneveld brein door het omhoog kijken plots van een duizeling bevangen en het kind ontglipte zijn blind grijpende handen, viel met de rug op de harde stoelleuning en dan zijwaarts tegen de scherpe kant van het gemetselde fornuis. Eén beentje was gebroken. De spieren en pezen rond het knietje waren gekneusd en gescheurd. Het bloedde hevig uit een hoofdwond en ook de ruggengraat bleek gekwetst. Verlamd, zachtjes kreunend, lag het in zijn armzalige wiegje en werd spoedig bewusteloos. De oude dokter, die in een der naburige dorpen woonde, was niet thuis toen men hem kwam roepen. En als ze hem eindelijk vonden bij een boer ver achter in de polder, was hij zelf zo dronken dat ze hem compleet zijn tilbury hadden moeten inslepen. Dat is een wagen ding, een tilbury. Een wagenkarretje. Van de eerste verzorging was niet veel terechtgekomen, ook al omdat hij vast overtuigd was dat het deerlijk verminkte wicht dat nog nauwelijks ademde toch voor de morgen gestorven zou zijn. Maar tegen alle verwachting in was het blijven leven en opgegroeid tot een teer, brekelijk gedrochtje dat eerst rond zijn 8e jaar begon rond te struikelen in het kleine woonhokje en dan met eindeloos geduld geleerd had met behulp van een paar krukken overeind te blijven en zich voort te bewegen. Nou, als dit geen mooi Nederlands is, kinderen, dan mag je nu echt gaan slapen.